Ik ga trainen 2 keer in het stadion en het trainingscomplex. En ik ga naar het museum van Real. En ik ga waarschijnlijk ook een wedstrijd kijken van Real Madrid. En dat is eigenlijk wat we gaan doen. De komende 4 dagen is in Jairo in Madrid. Samen met nog zo'n 100 andere kinderen van over de hele wereld. En hij heeft zich een klein beetje voorbereid. Gewoon heel veel gevoetbald. En trainen. En goed eten. En goed slapen. In de zomer van 2021 deed hij mee aan een voetbalkamp in het Groningse Leek. Georganiseerd door een stichting van de club, de Real Madrid Foundation. Daar viel hij op en won hij een paar dagen meekijken bij de club. Lucas ging vlak daarna bij hem langs. Toen was ik super blij en toen dacht ik bij mezelf, ik moet bijna huilen, maar ik ga het niet doen. Want anders sta ik voor schut, maar ik kon het niet laten. Denk ik bij mezelf, is het wel echt? Ja, ik wist niet echt of het echt was. Ik dacht dat het nep was. En had je overal kippenvel? Ja, overal. Door corona moest hij er best wel even op wachten. Maar nu mag hij dus spelen in dit enorme stadion. En daar hoopt hij ook wat sterspelers in actie te zien. Benzema, die heeft nu laatst op de Ballon d'Or gewonnen. En ik vind hem ook supergoed. En Vinicius ook. Dat zijn wel ook wel hele goede voetballers, vind ik. In Jairo wil later zelf ook graag zo goed worden. Maar hij weet dat de kans klein is dat er bij Real Madrid meer in zit dan een paar dagen meekijken. En dat vindt hij niet erg, want... Plezier hebben vind ik het belangrijkste.